Ik had last van een thermostaatkraan, of in ieder geval een thermostaatventiel, wat vast zat, omdat die eigenlijk bijna altijd in één stand staat. Het is een slaapkamerradiator en die wordt eigenlijk nooit gebruikt. Dit is de thermostaatknop die erop zit. En die thermostaatknop, ik zal mijn telefoon even neerleggen, die haal je eraf door deze ring, de zwarte ring, te verdraaien. Die moet je dan vasthouden en dan kan je hem eraf trekken. En zo zet je hem er ook weer op. Maar het gaat met name om dit thermostaatventiel. Wat dan vast zit en wat dan vast zit is met name dit pinnetje. Als dat in één stand staat, dan gaat of het pinnetje vastzitten. Dat kan zijn doordat de rubbers een beetje uitdrogen en dat het pinnetje daardoor vast komt blijft hangen. Of hierin binnen zit een ventiel en dat komt vast te zitten. Dus het is niet erg en soms behulpzaam om even met een hamer, ik zal even wat verder wegzetten, gewoon erop te tikken om te kijken wat er gebeurt. Hier kan je ook op tikken, niet te hard, want dan vervorm je hier de vertanding die erop zit. Een volgende stap is om met WD-40 in ieder geval het ventiel even in te spuiten. En dan met name dat het komt op dat pinnetje, zodat het kan naar binnen kan trekken en het een beetje het rubber kan bevochtigen, zodat het weer los kan komen. Daarna kan je kijken, hier zit namelijk een zeskant op, om daar een sleutel op te zetten, een goed passende sleutel, of een goede verstelbare sleutel. En dan kan je kijken of je het iets los kan draaien. Forceer het niet. En je ziet dat er dan een paar druppeltjes eruit komen. Dat is op zich niet erg. Want dan draai je het weer vast. Ook dat weer niet forceren. Je veegt het af. En je zal merken dat het dan al gauw weer dicht zit. Dat kan net voldoende beweging zijn om dat pinnetje weer op gang te brengen. Vervolgens, als dat nog niet lukt, kan je proberen om met zo'n tang, een waterpomptang, maximale stand dat pinnetje in beweging te krijgen. Die zet je er dan zo op. Je gaat op het pinnetje en je knijpt voorzichtig in en je ziet dat er al wat beweging in komt. Nou, dat noem ik een beetje het masseren van het pinnetje, dat kan je beide kanten doen, maar kijk in ieder geval uit, ervoor uit. Kijk, het gaat nu al behoorlijk heen en weer. Dat wil niet zeggen, dan is het pinnetje los, dat wil niet zeggen dat dan het ventiel, als dat vast zou zitten, dan ook loskomt. Maar goed, dat is een ander verhaal. In ieder geval zie je dat het pinnetje bewegingsvrijheid heeft en dat het weer heen en weer gaat en in ieder geval naar buiten gedrukt wordt door het ventiel. Dus ik heb het vermoeden, ik laat het nog even een keer zien, het vermoeden dat het met deze kraan wel weer goed zal komen. En als ik dan voel bij de verwarming, die bleef eerst heel koud, dan voel ik al wat warmte opstijgen. Dus dat betekent dat de doorlaat wat groter is geworden en dat er in ieder geval weer warmte in de radiator komt. Dat is een goed teken. Wat je niet moet doen, is dat pinnetje vastpakken met een combinatietang, of welke tang dan ook, en eraan gaan zitten trekken. Aan de binnenkant van dat pinnetje zit een borgringetje. En als je te hard trekt, dan trek je ook dat borgringetje los. Krijg je met geen mogelijkheid meer eruit. En als het dan ook nog eens het ventiel vast zit in een open stand, dan kan het zijn dat hier een straal water uitspuit, wat je niet meer kan stoppen. En dan heb je een echt probleem. Dan moet je de verwarming helemaal stilzetten. Eigenlijk, dan kan je hier nog kijken of je dit kan isoleren. Of dat je op een andere manier dit gedeelte van de verwarmingsinstallatie kan isoleren. En dan haal je deze eruit en dan kijk je of je het borgpinnetje, het borgringetje kan vinden. Of dan moet je een heel nieuw ventiel plaatsen. Nou, daar wil je niet komen, dus ga nooit aan dit pinnetje zitten trekken met een tang
om te kijken of je naar buiten kan trekken. Want dat naar buiten trekken, dat lucht vast wel, maar dan heb je een veel groter probleem als dat je nu hebt. De verwarming. Ik voel nu aan de verwarming, die wordt wat breder warm. Dus volgens mij is het bij deze opgelost en ik ga de knop weer erop zetten.